kom dan nu tot de nieuwe marsrichting van de zomer van 34, waarbij Van Severen het voortaan over een totaal andere boeg gooide. Op zich al een revolutionaire omwenteling. De Belgische staat moest niet meer vergegooid worden, opdat Vlaanderen zich zou kunnen met Nederland verenigen. Nee, België diende als geheel veroverd te worden en vervolgens met Nederland gefusioneerd te worden. Als de Walen hiermee niet akkoord waren, dan moesten ze zich maar afscheiden en waren zij de separatisten. Deze zogenaamde nieuwe marsrichting werd door zijn intimi niet meteen op gejuich onthaald. Het betekende immers dat het volksnationalisme overboord gegooid werd ten voordeel van het staatsnationalisme. De kern van zijn aanhang bestond uit overtuigde Vlaams-nationalisten en Groot-Nederlanders. Vooral Wies Moens, zijn tekstschrijver en propagandaleider, reageerde vlijmscherp. De dag dat je hiermee begint, ga ik heen. En weg was hij. Formeel sprak Van Severen voor het eerst over de nieuwe marsrichting in Kenzeke in juli 34. En daarna, een maand later, in augustus, sprak hij een tweede maal in het openbaar over de nieuwe marsrichting en ditmaal in het West-Vlaamse Izegem, waar het Ferdinazo over een heel grote aanhang beschikte. Niet alleen hoopte Van Severen met zijn nieuwe marsrichting geleidelijk aan de vijandigheid van de Belgische overheid uit te schakelen, ook lag het in zijn streven meer energie te kunnen besteden aan de strijd tegen het communisme, het partijenstelsel en de parlementaire democratie. Van anti-Belgicisme was geen sprake meer. De vijfde landdag van augustus 36 in zijn kruismalen bracht alweer een nieuwigheid met zich mee. Geen Vlaamse leeuwvlaggen meer, wel Dietse oranje, blanje, bleu vlaggen. Als ook de Friese vlag en de hele vlag met de rode walse haan. Het taalomvraagstuk noemde Van Severen thans een hoofdbrekerij voor zwakzinnigen. Het federalisme, een belangrijk politiek doel van de Vlaamse nationalisme, werd scherp veroordeeld. Het leidde immers tot separatisme en uiteindelijk tot de noodlottige scheuring der Nederlanden. Op de volgende landdag van 37 in Antwerpen werd niet alleen het Wilhelmus gezongen, maar ook de Brabassonnen, een vloek voor alle Vlaamse nationalisten. De Dinazo Militantenorde, of DMO, marcheerde achter de Nederlandse en de Belgische vlag het stadion binnen. De Walen werden voortaan als volwaardige Dietsers en landgenoten van Frankische afstamming binnengehaald. Niet langer viel Dietsland en Orde te horen, maar wel het Dietse Rijk en Orde, was de leuze. Of België, Nederland en Luxemburg in één politiek verband. Samen met hun kolonies zouden ze het machtige Dietse imperium vormen. Van Severen en andere oudstrijders droegen tijdens deze Belgische landdag hun oorlogsdecoraties. Sommige dinazos beschouwden later hun leider als een van de voorlopers van de Benelux-gedachte. Deze verdere ontwikkeling van de nieuwe marsrichting betekende dat het Ferdinazo ophield een bedreiging voor de veiligheid van de Belgische staat te vormen. Op regeringsniveau werd daarop ook beslist om de openbare verkoop van Ferdinazo en onder meer stationskiosken niet langer meer te verbieden. Wanneer koning Leopold III en de Belgische regering in de herfst van 36 de neutraliteitspolitiek afkondigden, steunde de Ferdinazo-leider hem hierin volledig. Zijn oude strijdmakers woonden Van Severen weg. Niet iedereen dacht er evenwel zo over. Blijkbaar was zijn zwenking naar een meer pragmatische, conservatieve politiek voldoende geloofwaardig, opdat enkele vooraanstaande katholieke Belgische politici met hem een gesprek wensten. Zo kreeg hij Gaston Eyskens, Alfons Verbist en Frans van Koolaart over de vloer. Maar ook een Hendrik de Man en een Paul-Henri Spaak. Niet dat deze gesprekken iets opleverden, maar ze gaven Van Severen veel voldoening.
Hij werd door de lidden die hem vroeger bestreden, thans aanvaard. Sinds de late jaren 30 van de vorige eeuw werd het Ferdinazo in zijn groei geflept. De stijl werd soberder, om niet te zeggen somberder. Het militaire element zwakte af. Er viel nog maar weinig dynamisme te bespeuren. Het was alsof de fut eruit was. In feite had de nieuwe marsrichting maar bitter weinig opgeleverd. Van Severen besefte dat klaar en duidelijk. Een alternatief was er vooralsnog niet. Na de moord op hem op 20 mei 40 door hysterisch geraakte Franse soldaten was zijn wandeling op het ideologische pad nog niet afgelopen. Hoe hij verder geëvolueerd zou zijn, blijft een open vraagteken en behoort tot het terrein van wat als. Ik hou het hierbij. Ik dank u voor uw aandacht. En natuurlijk valt er nog veel meer te zeggen, maar gezien het uur waarop iedereen naar zijn beddeke verlangt, sluit ik hier af. Ik dank u.